Ja, we gaan het praten over klunzen in de keuken, Herman. Want een drie gangen kerstmenu bereiden met mensen die nog geen ei kunnen bakken. Dat is echt een onmogelijke opgave. Dat bestaat echt. Ja, we gaan zo wat laten zien. Ik lag helemaal dubbel. Topchef Herman den Blijken gaat deze uitdaging aan en neemt het iedere week op tegen een andere collega-chef in het programma De Kookklunzen. Chef? Weet een van jullie wat koriander is? Dat is een kruidschat. Ik begrijp het niet. Word je toch gek, man, of niet? Stoppen, 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 stoppen. Hoe vaak moet ik stoppen zeggen? Die arme man. Oh, wat erg. Een wentelteefje maak je door een boterham te wentelen in een eimengsel. Je doet de schil erbij. Ja. Een snufje kaneel erbij voor de smaak. Ja, en nu is een snufje voor de een net iets anders dan voor de ander. Waar is je boter nou? Je kan het draaien. Er allemaal heen gegooid. Waar de een alle boter in het beslag gebruikt, doet de ander alle olie erbij. Ja, ze maken verschillen. Wat wil je nog meer? 6 minuten. Het lijkt echt wel kattenkots. Nou, dat weet. Het is echt serieus. Hè? Dan moeten ze een omelet maken. Of een omelet. Dan hebben ze 3 eieren en 1/2 liter melk bij. Nee, maar echt, maar die... Maar ze weten niet eens wat een pan is. Dat is ook goed met de wijnsaus, zag ik. Dat zag ik goed uit. Ja, echt ook gestoord. Ze zeggen, je moet het vlees even nu aanzetten. Waar aanzetten? Waar moet ik aanzetten? Het is niet normaal. En het grappige is, kijk, Gordon Ramsay kennen we allemaal scheldend, vloekend. Jij bent gewoon stinkzagrijnig. Jij denkt echt... Ja, ik heb me wel even moeten herpakken af en toe. Want ik denk dat de helft van mijn commentaar of weggesneden wordt... Ja. Betiteld wordt of gepiept of helemaal wordt... Wat ik af en toe zeg, kan helemaal niet. Jij zit helemaal je kapot erg. Maar terwijl, moet je me even uitleggen, want je strijd dus tegen een andere... Er zijn 6 kandidaten. Ja. Die doen allemaal een testje. Een wentelteefje, wat dan ook. Daar bakken ze helemaal echt niks van. Ze weten ineens wat een pan is, letterlijk. En dan zitten ze te druk. Oh, maar, en dan zit de pan helemaal zwart te worden. En dan willen ze daar nog een ei in gooien. En dat doen ze dan. Dan staan ze te kijken. Ja, hoe moet ik nou doen? Ja, misschien wat lager zetten. Huh? Ja, maar ik ben gas gewend. Ja, moet je misschien van 8 naar 2. Ja, hoe doe ik dat? Nou, zo begint het dan. Uiteindelijk is dat een resultaat. Dan zeg je, oké, Pietje gaat maar naar hem toe. En dan krijg ik Klaasje. En dan ga je naar de keuken toe. En dan heb je 3 gangen die dag te doen. Dan ga je het eerste gerecht uitleggen. Echt moeilijke gerechten? Nou ja, alles is moeilijk als je niks weet. Ja, ik moet met groep 8 zeg maar een raket in elkaar zetten. Dus dat is het echt. En dan leg je in 5 minuten uit wat ze met z'n 3 aan 1 voorgerecht moeten doen. Een dressingje, koelkastdeur open doen. In de koelkast zetten. Wij spreken zo simpel. Ja. En dan ga je eruit en dan ga je ergens in een hokje zitten. En dan zien ze jou op het scherm. Jij zit in een hokje, zoals we hier zien. Ja? Jij bent dan scherm, met een hoofd te zien. Dat zagrijnige hoofd. In de 3 kwartier tijd dat ze dat kunnen doen met z'n 3... heb je 2 minuten verbaal om te corrigeren. Oh. Ja, dat gaat ook wel eens... Dan gaat dat natuurlijk een beetje raar. Want uiteindelijk ga je zelf met die microfoon gooien... en eikel en trut. En hoe kan dat nou? Hoe ga je het leven door? Nou, op een gegeven moment denk ik, dat werkt niet natuurlijk. Dus ze weten echt niks. Hoe ga ik het dan doen? Maar ja, dan zijn er bijna 3 kwartier. Dan komt uiteindelijk wat op tafel, op het bord. En dan kan je ergens een joker inzetten. Maar die kun je maar 1 keer gebruiken. Want die joker zet je in op het moment dat je denkt... nou ja, de keuken aan de andere kant... die zal het ook wel slecht gedaan hebben. Ja. Ik kon er ook geen ei bakken. Maar ja, het helpt allemaal niet. Maar er komt er wat op bord en dan komt de jury daar. Ja. En die jury daar, nou ja, die weet niet wie dat gedaan heeft. En ze kunnen, welk bordje er wint, zijn de 5. Tenminste, die juryleden. En dan zeggen ze van, nou ja, die kunnen €1.000 verdienen als het bordje. Maar die hebben, ja, die moeten proeven. Die moeten er een verhaal van maken. Maar uiteindelijk zit het af en toe op het bord te denken, nou ga ik eraan beginnen dan. Maar wonder wel, vinden ze het ook nog wel in smaak. Dus voor mij is het logisch, sommige dingen... Maar voor heel veel mensen, die pakken een bakpan. Dan komen ze met een kookpan van 10 liter aan. Om het vlees aan te zetten. Maar wat is de lol voor jou aan een programma als dit? Hij is er van zijn sympathie aan het werken. Ja, dat gaat niet. Maar het is uiteindelijk al lachwekkend. Maar de grap is eigenlijk wel... Voor mij zat het dan wel in vanaf zeg maar het eerste gerecht... wat compleet fout ging in die serie. Ik denk, oké, ik moet het anders uitleggen. Ze weten echt niks. Dus hoe ga ik uitleggen wat een aardappel is? Pak een aardappel, krijg een citroen, hè? Nee. En het eerst dacht ik van, dat is gekast. Dat kan niet anders zijn. Toneelspelers, jullie worden betaald hiervoor. Ja. Om mij te dollen. Maar dat is echt. Maar uiteindelijk, aan het eind van zo'n dag... Van die 3 van die kandidaten, dan zeiden ze van... Nou, ik wist niet dat ik dit nog kon. Ja. Ik heb er wel wat meer kaas van gegeten. Ik ga wel met de kerst iets proberen te doen... en mijn kinderen te verrassen. Want er zijn mensen bij. Maar van die kinderen een opleiding gaan volgen... om te kunnen koken. Omdat het thuis niet helemaal lekker de keuken uitkomt. Ja. Dat is echt waar. Maar wel gezellige mensen, leuke mensen. Niet als zachtgrijnige... Heb je wel ook iets geproefd van wat ze hebben gemaakt? Ja, toch. Ja, natuurlijk wel. Ja, dat moest dan toch wel. Maar, ja. En? Was het ook wel eens dat je dacht, oh, nou... Nou ja, nee. Nee? Nou...
het eerste voorgerecht, dat was een rolletje ergens van. En dan had ik de mazzel. Eigenlijk moet je zo'n rolletje, dan moet je dan een courgette doen en een peentje, dan moet je koken en dan moet je er wat makreel in doen. En dan ga je rollen. Nou, die makreel, het zag er niet uit. En dan nee, maar dat zag zonder graad. En dan ja, dat was overreden. Dat was echt raar, was dat. En uiteindelijk was de mazzel dat ik niet genoeg tijd had. Dus er moest wat rauw omheen. Er zat nog een beet in. Dus dan proef je toch nog wel wat. Nou, dat kwam dan op tafel. Nou, en als je dan meneer Rijmers zijn mimiek ziet als dat bordje komt. Nou, dan kan je bijna maar raden hoe het eruit ziet. Maar uiteindelijk komt er toch nog wel een smaakje uit. Eigenlijk. Gerard, herken jij jezelf in de rol als niet-koker? Nou, ik kook wel. Ja, ik ben heel leuk met eieren. Ben jij helemaal niet? Ik ben heel leuk met eieren. Hè? Dat is ook het enige wat ik doe. Want ja, ik heb thuis echt een fantastische keukenprinses. Die kan het veel beter. Het heeft niet eens zin om überhaupt iets te gaan doen. Dus ik hoef dat gelukkig nooit te doen. Luxe positie, maar. En het verschil tussen een citroen en een aardappel, Herman. Ja. Een beetje gerageerd, maar dat is... Dat valt er bij mij nog wel mee, moet ik zeggen. Ik denk wel dat jij een goede kok bent, Rutger. Ja, wel. Alleen ik probeer het wel echt. En ik vind het ook echt heel leuk. Alleen wat ik daar op die beelden zie, dat herken ik dan ook wel van mezelf. Maar dan heb ik wel een fles rode wijn op, zeg maar. Want maar ik wat drink, herken je dan van jezelf? Ik drink er wel bij het koken. En dan, snijbeentje. Het helpt wel. Snijbeentje. Nou, het helpt wel. Bij mij is het toch vaak dat het dan juist dan... Op, gooi ik het ook te veel erin. En dan werkt het eigenlijk juist niet. Plus dat ik ook... denk het beter te weten dan de recepten vaak. Oh ja? Ja, dan denk ik van, ah joh, top man. Nee, maar dat maakt jou wel een kok, toch? Maar ik bedoel, mensen nou ja, het verder durven last, te denken aan het menu. De waarom keuze vraag die... je het nu alleen aan de mannen, Leonie? Oh, doe ik dat? Ben ik seksistisch ja, bezig? Weet je wel. Oh, sorry. Ja. Sandra Schuur. Nee. Vraag het aan Merel. Vertel. Ben jij een beetje een prinses in de keuken? Nee, geen prinses, maar ik kan wel een beetje koken. Vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Nou, we hebben nu mijn vragen gesteld. Ja. Nee, ik ga meer af aan meer. Maar het is ook wel een beetje logisch natuurlijk, dat uiteindelijk het aanbod wat te krijgen is in de schappen ligt, met allemaal berekeningen en kleurtjes en lichtjes erop. En mensen weten het niet zo goed. En dan, als ze gaan volgen wat erop staat, dat heb ik vorige keer in mijn kist gedaan, heb ik alles gekocht voor de leverancier van die producten, wat de concurrent deed. Daar heb ik gevolgd wat er staat op het pakje, 10 minuten aan één kant. Het is gewoon gecremeerd. Ja. Dus als je het echt serieus doet wat er staat, af en toe, niet altijd. Ja, dan komt er wat uit. Denk je, ja, dit is ook niet lekker. Dat zie je wel, zie je wel. Dus, maar Herman, dus het is logisch dat ze... Ja, nou, die moet je even... Af en toe moet je dat even langzaam lezen. Kijk, wat de mensen met... weet je, de decembermaand is een dure maand. Mensen zijn ook aan het bezuinigen. Als je een beetje, met een beetje budget een lekker kerstmaal op tafel wil zetten... wat wel ontzettend lekker is... maar niet heel veel hoeft te kosten en ook niet heel veel werk is in de keuken. Wat natuurlijk opvalt is dat iedereen zich de uiterste best gaat doen... om iets te doen wat ze nooit gedaan hebben. Dat moet je dus sowieso niet doen. Nee. Maak je de lekkerste saté of de mooiste gebakken eieren of de lekkerste puree... doe dat dan, alsjeblieft. Ja, maar je want dan heb je nog een beetje ook iets anders. Je hebt eieren saté. Ja, dat gaat voor je hart. Ja, ik bedoel, maak je nou niet dat perfecte eitje en dan wel een verbrandste kip. Ook heb je droge kalkoen, dan heb je wel een kalkoen op. Ja, als je een fles wijn op hebt, valt het mee. Ja. Maar als je dat ook al niet drinkt en je hebt weinig budget... ja, doe gewoon waar je goed in bent. Of laat het brengen. Of neem er ergens genoegen mee wat je in ieder geval weet wat je kan. Of dat is de beste tip eigenlijk. Laat het brengen. Ja, of... ja, laat het brengen. Of doe zoals Mr. Bean. Dat kan ook. Blijft flauw. Ja, de kooklunch is vanaf morgen.